ben voor ziek. Zo? Mijn rechter. Constabel Smit, jy mekeer net mooi niks nie. Jy mors my tyd, man. Daar was 'n bosluis gewees. 'N bosluis? Uit my gebyt. Waar? Op 'n plek. 'N plek? That's a stupid bosluis wat jy daar byt. Smit! Hold up! Die word nie. Net te weer by julle. Moet nou 3:10 wees op die stas. Jy is die gereeldste ou wat ek ken. Die kant toe, Hallo Zero, dit is Zulu 3-0, berig oor. Hallo Zero, dit is Zulu 3-0, berig oor. Hallo Zero, dit is Zulu 3-0, berig oor. Hallo Zero, dit is Zulu 3-0, berig oor.
Hallo Zero, dit is Zulu 30, berig oor. Zulu 30, antwoord oor. Dit is Zulu 30, ons is bereid Alpha Sierra Kilo Tango Mike Oscar. Gehaal, dit is nie moeilikheid. Thank you.
Skotland. Panic zone. Stuur op die rooi flare af, sal jy op hoogte hou. Zulu 05, berig ontvang. Wat sê jongste nuus, kolonel? Ons weet nog niks. Al die ander geword. Dood. Allemaal. Jy het my omgepraat met die volgende sluit. Nou moet jy vat wat jy kry. En nou, sis? Sy mooi naam kyk, sê. Kapitein. Ek heb die spore gekry. Sam, veel maar bellig. Kom ons man halen, hoor jy my? Ja. Buf. Hey. Sy verbaas ons, sit succes van die goede achterna. Ons gauw speel van ons hulle inna.
Hy het alweer hier gerust. Ek kry swaar met die man. Kanon, dis wat hulle gewees. Kyk, in papa se besigheid kan Pieter nou mos enige beroep volg, 'n veilige beroep. Maar wat? Hy wil nou mos wees wat Mike is. Vrou, maar moet ons nou weer daaroor praat? Hallo, ma. Met papa. Ja. Maar sê, jy gaan grens toe. Jammer. So, jy het jou sin gekry. Vrou, asseblief. Asseblief wat? As iets met my seun gebeur, dan is dit jou skuld, Mike Steenberg. Met ander woorde, mevrou. Ander mense se seuns moet die werk doen. Net u seun nie. Asambi. Kapitein, er is nog meer dan 6. En die sleepspoor is weg. Kaptein, ons het die jackpot. Waar? Lig net hier voor. Beleg die terrein van ons ambush. Ons kan. Terug oor my boulevard.
Wat het van hom geword? Baie seer gekry. Hey, jy ver kry? Nee, ek het op 'n landmyn gaan sit. Ons het die hele skuad uitgewis, kolonel. Meyering. Ons het gesoek tot dit donker was. Ons spoor. Is die eerste van ons manne wat hulle gevange geneem het. As hulle hom doodgeskiet het, sou het genadiger gewees het. Net so 'n bietjie uit, ek is nou by jou. Natuurlik weggehol is die liedjie skoot daar. Nee man, hulle wou hom sing hom. Maar ek het die bastards uitmekaar uitgeskiet. Was nie vir my nie. Was ons almal vanaand in loving memory. Hoe gaat ek dog is 'n kol skoot. Nee man, haal jou vinger uit my wond. Die doring sou baie dieper skraap gemaak het. Dokter, ek sal die lid verpleeg. Net 'n bietjie mekerokrom en 'n patch voor die windsak afblaas. Kan ons nou maar naar die wond kijken? Nee, nee. Niet nou niet. Koffie. Dank je. Pieter verjaar vandaag. Hij is gevangen als mijn schuld. Met Charles. Kijk hoe je in kan staan. Ik zit de maand in school. Nou ja, als je zeker van je gasten wil verwaarlozen, zal ik mij maar weer rondwerpen. Hij is mijn verloofde, zijn tweelingbroer weer. Maak het zak. Ze is een gelukkige meisje. Waarom zeg je zo? Zomaar. Ik weet hoe je haar voelt. Je het doet. Wat van haar? Kaptein op de grens. Hoe gaan we ze vanaf vergeten te bieden? Kom, stap je niet bij je van haar, Tony. Ik denk dat je hier onder houdt. Ik weet dat het niet op je ogen is. Goeienavond. Nee, Meyering zou wonen. Nee, Meyering. Wat is er? Ik is door meneer Sout. Meneer Dominique. Meneer Sidney. Dank je.
Ek bevrees ek bring slegte nuus. My seun. Hallo Gaten, James Opia se South Africa. Sorry. Zij gaan mij nooit vergeven wanneer ik weer het. Zij is iets als jij niet. Ze is helemaal anders. Ik zal hem terugkrijgen. Ik zweer dat. Ja, meneer Van Maak, je schuldig. Het zal bij orde verder. Je moet ik eens kopen. Je doet mij een paar bolberingsjes zo. Wat is al maak je jullie goed? Je man is deel van mijn geheime wapen. Bols is bols, bolberings is er niet. Krijg hier de achterlaars nog. Thanks, sir. Ik geef voor jou een pakje Lexington voor elkeen wat je pot. En ik geef voor mij een pakje voor elkeen wat je muis. Watch me. Nou voor die quick draw, boy. Jij hoort een sluitje. Krijg je dat terug? Alla. Hoe heet het? Je heet het niet. Dat wil of kwets, hoe zei je? Nou, dat is easy. Ben, ik kan het bloody wel niet verstaan, nie, maar ik mis altijd die black labels. Joseph! Hier is hij nog. Ik moet met een Kwasi praten. Ik had een Kwasi zachtjes uit zijn slaap weggerukt. Maar mijn oor had goed gezien. Waarvan mijn tong moet praten. Wat is het? Dat is baie voeten en wapens wat bij elkaar komen, Kos. Waar? Daar aan de kant die bergen, Kos. Mike? Toen alleen maar. Jozef was hier. Hij zei aan zijn spul terroristen bij je stad. En hij heet van Meiring. Jij en een paar mannen moet gaan verkenningswerk doen. En als Meiring nog leeft, moet ons hem krijgen. Goed, kolonel. Veel mensen worden ook niet in de kant. Dat is logisch, dokter. Right, man, ik denk ons het om. Dus met die waardeheld kom je nu vandaan. Hij komt bij je. Sorry, kom. Ons drop 100 kilometer aan de kandidaat. Terrein?
grootwerf aan die noorde kant. Drie groot hutte aan die voet van die berg. Eentje weg, suidwes, twee klein huitjies, weeskraan. Dat is ons doelwit, zware vir Pieter. Dis ons die groot kop seer. Groot rots, moeilik om by te kom. Hier sit die Bobbejaan met die twee doppen. Sagies ingaan. Hier is ons achterdeur. Jou duif op sy opstrek. Hy drugs. Vrouw, manne. Ja, kaptein. Smit is een sitvlak. Ik ga niet samen met achterin te sit nie, man. Blijf, manne. Dan pak jullie kiet, zorg dat jullie genoeg rust krijgen. Ik ben mijn boobie traps niet, man. Dynamiet, man. Ik hak op 2,5 en jullie volgen mij in. Weg. Ruikt. Ik hoef net niet hier uit daar die afstand te brengen. Weet ik het. Kaptein, wordt 2 minuten. Oké, Strij. Dat is ons plek hier. Dat is naar Josje. Oké, kaptein. Die achterdeur, die kant toe. Nou stel die boobie traps op langs die paadjie. Champions train. Right. Psst.
Waarom had maar? Nee, dat was loos. Mooi gelap. Hier is lang observatie gehad. Onze inlichting was recht. Het is alles doodrustig in die basis. Straks. Zelfs nu, die kapitein. Hij was nog eens in slaap. Wacht maar, hij is hier al split. Ik geef hem mijn mobiel als 90 seconden om daar te komen. Dan begin je naar razen. Ik zal proberen iets met die bellen, Giddy. Geef me net die een draai, Sarge. Thank you.
kom die gejuif vandaan? Wat pijn, dat gaan ik. Is te veel van haar. Dit is Zulu 3-0, Zulu 3-0, kasse weg. Sien oor jou ma wat ek bekommer het, sien wie is oor jou. Ek verstaan hoe jy oor Pieter voel. Asseblief, ek wil nie daar praat nie. Kaptein, nog lief vir hom? Jammer, ek moes nie zoiets aan vragen. Die koel sit in die aortawand vast. Hy sit vast in die tussenskot van die hartklammers. Ek vrees ons kan nie baie vir hom hier doen. Ek dink dat hulle hom en Smitty maar onmiddellik moet terug in die huis toe. Die dokter misschien thuis. Hoekom wil je weten? Het is in verband met haar verloofde, kaptein Steenberg. Ja. Hij is ernstig gewond en hij ligt in het hospitaal. Ik zal haar die boodschap geven. Ze is niet op die oomblik thuis. Dank je. Lisa. Lisa, ik zal het beter terugbrengen.
Maar hoe kan je dit van die kind af wel weghou? Omdat ek nie wil hê dat sy hom ooit weer te sien kry nie, daarom. My liewe hemel, my vrou, sy is aan die man verloof. Dis mos hulle lewe, sy is toch geregtig om te weet. Ek weet wat die beste vir haar is. Gaan het in het om is. Goed. Is er? In een of ander tijd gaan daar een verzaking in trekken. Dit kan sommer skielik wees. En dan? Hoe lang voor dit gebeur? 2 maanden, misschien 3. Gaan jullie dan in een of ander tijd van mij vertellen wat er mij aangaat? Dokter Hagen zal van haar terugkomen. Hoe lijkt het voor mij, jullie steek iets van mij weg, hè? Ik steek niks weg, hè? Ik wil die waarheid hoor. Je reageert baie goed op je operatie. Maar je zal niet meer volgen bij een kalmer leven moeten voeren. Als die voor mij je ding zo kalm leeft niet. Mike, alsjeblieft. Wacht, 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 ik klaar praat. Als ik hier uitstap, dan moet ik diezelfde man als voorheen wees. Je weet ook. Zijn, ik moet voor Pieter gaan halen. Wees eerlijk met mij, alsjeblieft. Je zou er een week of 2 uitstaan. Uiterlijke gezonde man. Maar je hebt nog net een paar maanden om te leven. 4 maanden. 3. Misschien 4. Maar zie je op haar rustig. Sorry boys, maar ik heb nog maar net mijn learner's license met jullie. Doe maar, ik was in elk geval niet verloren. Was het maar uit. Zo, hoog tijd dat ons die plek een beetje begon op te. Ah, succes, Marie. Zie je nog kaas met sukker dingen? Man, ek het net my been verloor, nie my... Ja, ek sien, jy het al die dinge wat tel, soos jou smaai. Maar sy is ook die soort wat sal weggaan. Hoi. Hallo. Hoe gaan het? So is so. Is daar iets waarmee jy kan help? Sy het my nog nie 1 keer kom besoek nie. Ach, ek is seker sy sal. Misschien gaan het nie werk tussen ons nie. Ook maar beter zo. Nee. Als jullie rarig van elkaar lief is, en ik weet jullie is, zal alles recht komen. Ik heb er nou van geweet niet. Niemand het mij vertel niet. Maar was hier niet politie of verzeer? Nee, was niemand. Al was. Natuurlijk, nee, is die eerste woord. Ik dacht van mij, maar ik wil die waarheid doen. Wat is die waarheid? In alle geval, als een andere vrouw mensen zijn leven. Pleegstel iets. Buitendien, jij en Charles was toch baie beter bij elkaar. Zit het hier op lopen in
se plek. En die met worteltjes en pannen waar jy moet maar praat, want ek wil een respectabele bezoek dat hê. Sister. Ja? Wat is iets wat ek wil hê? Wil jy wees op die menu nie, my ou? Sorry, maar wat voor room service? Jou raad al groter. Sister, jy vir my gans doen as het lees. Natuurlijk. As lees ek ons, sê vaak wil aan die sien. Maar genachtig, jy kan dit moest nie doen, sê jou verloofde. En hoe moet je dit gaan doen? Ach, rust met die. Hallo! Dus je drinks. Dan iets. Surprise. Nog een surprise. Thai toppies en Waalse toppies. En hy pensioen met Leo gaan uitbetaal. Koop ons weer die mooiste kunstbeen discamisaro. Want je het. Hallo? Ik hoop dat je zo weer. En nou? Zij bij die meurings geweest. Ja. En? Ik heb wel gevraagd om je te komen bezoeken. Als de enigste reden ook om zee gekomen is. Kom. Voor de hel maak het zak. Kan er toch nou niks meer bieden. Dank je voor die sigaretten. En enige rede hoekom jy hier moes kom? Seker nie. Kom. Kom ons, sê maar ek was nie hier geweest nie.
Dankie. Dat ons blij is dat zo gauw er die dan gekomen. Het is werkelijk. Natuurlijk, het is. Kan je dit dan niet zien? Arme Drommel komt vandaag naar je hospitaal. Hij heeft net 3-4 maanden onderleefd. Zie zo. Jij niet geweten? Is dat er weer? Is er wel geen neuien? Hallo. Hallo, Mike. Lisa. Mike, ik heb vandaag eens van je medische verslag gehoord. Mike, is je daar? Lisa, kom vergeet je me van hierom. Wat zoek jij hier? Deze veronderstelling met Tadder is bewijst het. Wanneer meisje aan jou vastbindt, dan is het allemaal weer wat aan het gaan. Wat weet je als? Wat daar niet weg en maak haar gelukkig. Doe, bonker of? Dat kan geen zin is ook niet. Nee, maar ik heb niet tijd of lust om liefde heen. Dat is dingen voor een leeftijd. Voor die beste, man. Geloof me. Je zal het eindelijk opzelf met zijn. Je heer het maar net niet met mij zien. Ik heb die deur voor jou opgelost en je hebt uitgestaan. Je antwoordt niet op voor niet. Je was meer dan 2 dagen laatst bij het hospitaal voor onderzoek. Huh. Hoe gaat het raar om je? Moeilijk om gewoon te roken om bachelor te zijn. Kom zit. Luister, Mike Steenberg. Ga jij naar voor de rest van je leven over Lize treden? Wel, ik heb nog net 3 maanden. Wat ga je daarmee doen? Jij praat alsof ik 3 maanden holiday had en ik weet niet wat om daarmee te doen. Ik kan doen met een paar dagen verloop. Meisje, je hebt hier jouw leven gered. Hij is goed voor. Maar niet te veel van hem houden. Ik mens kan een hele leven in 3 maanden leven. Ik wil graag hier een tijdje bij jou wezen. Bedoel je dat?
ons probeer? My been vat mee met my trek. Nou, is glad nie so slecht idee nie. Ek is lief vir jou, Mike. Netjes, twee dapies, kietjes of tekstjes gering ook. Jullie gedink jullie het alleen kom aan nie, ons het kom soepen waai. Wat julle geweet, soos is hier? Ons is ons politieman. Nou maar hoorie, boys, kom sit, wat drink julle, hè? Wacht eers, kom, Jane, kom samen. Iets vir die bruidspaar. Kom. Net nie te lang wegblijf, man. Kom sit. Nou, wat bring jy nou op eindelijk hier? Die ANC gaan vir Klein Meiring op televisie laat verskyn. Hulle wil hom nou gebruik om in die buiteland te wys dat ons Suid-Afrikaners teen ons sin gedwing word om te fight. Wie dit? Ons boys het al die doop. Ons weet precies waar en wanneer die onderhoud gaan plaasvind. Buitelandse TV unit. En wat is dit nou? Jy het uit om na mal plan te luister. Ja, so, ek was besig as gedop. Een mal plan soos die gaan die kolonel sy fancy vat, ek weet. En dan is dan nog een ding. Dan gee hierdie ouwe ons nog 3-4 maanden om te leef. En ek het nog nooit so goed gevoel soos nou. Bedoelende wat? We weer een keer vir een check-up gaan. Ons wonderwerk in die oudheid gebeur het, toe kom hier nou. Maar ek stem saam met jou, man. Ek weet nie hoekom ons toelaat dat ons oukies op die grens doodgeskiet word. Liesie, ek kan in enige land praktiseer. Kom ons gee pad terwyl daar nog tyd is. Kyk, as jy die soort is wat wil vlug, doen dit. Ek vlug nie, Lies. Maar wat met Pieter gebeur het, is net die begin. George, ek is daar sikkie sat vir jou stories. Dit net is in ons op het in die net gewerk het nie. So ek dink ons maak einde daaraan nou. Jy gaan nie van Mike terugkry. Ek weet.
weet hy is gelukkig en is genoeg. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, kaptein. Maar die verwagte versaking is nog nie besig om plaas te vind. Inteendeel, die teenoorgestelde is die geval. Ah, my kippie is terug. Kyk hoe lê sy klere rond. Maak my mooi weer. Kom, jong. Kyk. Ah, so bedankt. Jy het hierdie ou gevat toe allemaal gesê dat hy gaan oor so 3 maanden wit pens boord. En nou soek so rechts soos reen, man. En so af en toe op pinkie daar. Mike. Ek was te verdag by die dokter. Ons gaan een baba heen. Dit is die malste plan waarvan ek nog gehoor het. Jy bent totaal gek wees om so iets te wil aanvang. Maar de ergste van alles is, je simpel plan kan werken. Heb je je medische leer te zien gekregen? Lijkt me je dagen van vakantie alles voorbij. Ja, kolonel. Hoe lang zal het jullie nemen om zo'n ding te bouwen? Nou, zo'n paar dagen, kolonel. Als het net een paar wijde tekjes voor. Een warm engine en een paar vuurpijlen in die stijl. En ons jazzy kamer aan die lucht is een beetje op. Met andere woorden, kolonel. Alles wat het uit jazz. Beter kan je niet meer keren om met jouw plannen voor te gaan. Dan gaan ze. Oh nee. Nou, maar dat is ooit. Ja, ik ga. Al rijk op iets aan de briggrens. Anders de kerk, ja. Oh. Toch draag ik het fout gemaakt. Die verzakking is nog steeds bezig om voort te gaan. Ik wil je niet de waarheid vertellen, nee. Maar ik weet hoe belangrijk is het voor jou om voor Pieter te gaan halen. Daarom moet ik doelbewust tot draag en zijn verkeerde diagnose bevestigen. Ik wil elke oomblik bij jou wees. Juist nou. Jij doet even voor ons hier, paspoort, hè? Oké. Bella, Jerry, Alfred. Alfred. Zeg eens voor ons, wat?
is zeker jullie zal wegkomen zonder die. Ik denk ze, ja, Smitty. What is this? Well, you see, it's some medicine for the road. Tell you what, take one for yourself and one for your friend. Right, you can go. Thanks. Die brug wacht ons soort ons nog uit voor breakfast. Somme chop chop. Global Television. Fresno. Canal Mbumba. Channel. Agadia and Nelson. Right, boys, let's get going. Here get the movies and fireworks here, spell. Action!
Kom die boys. Dat is alright. Dat is als eerste dat we naar de fan gooien. Mike! Are you... Come on, Peter!